Ja, meneer de minister, die hervorming van die sociale woonsector, ja, dat loopt niet goed. Ik denk dat we dat wel moeten vaststellen. Die heeft geleid tot een terugval van de investeringen. 1 miljard werd vorig jaar niet uitgegeven. Die hervorming zorgt voor ongelooflijk veel onzekerheid in de sector. Om nog maar niet over het personeel, laat staan over de vele meer dan 150.000 sociale huurders. Duizenden Gentenaars maken zich zorgen. Nu, u kondigt al even aan dat u een initiatief moet nemen, dat er een moratorium komt op de verkoop van woningen aan de privé. Ja, we zien u nu fors dreigen in de krant, maar ja, we stellen ook vast, de regering talmt, er komen geen daden. Kan u het nu eens absoluut regelen om die onzekerheid weg te nemen en te zorgen dat het terug vooruit kan gaan naar het sociaal woonbeleid? En vooral de mensen van de oppositie, het is zeer gemakkelijk om nu te zeggen, ja, die hervorming is alles wat de miserie veroorzaakt heeft. Die hervorming is er net op gericht om te zorgen dat we de capaciteit van de sector verhogen. En dat gaan jullie nu in twijfel trekken. En waarom trekken jullie dat in twijfel? Omdat er nu inderdaad bij zo'n hervorming, de grootste die de sector ooit gekend heeft, dat je inderdaad wel een keer een probleem tegenkomt. En dat zou voor jullie de reden zijn van, ja, blijf vooral zitten, blijf eraf. Allee, sorry, maar als je kamerplanten nodig hebt, gaat dat naar de AVV. Hè? Deze hervorming is nodig om de sociale huurders en de kandidaat sociale huurders aan een woning te helpen. En dat is wat wij willen bereiken. En dat er nu één... En wel, dat er nu één maatschappij is die dat denkt te moeten tegenhouden, puur uit eigen belang. En wel, dat gaat ons niet tegenhouden om de doelstelling van die hervorming door te voeren.